Er komt een hele bijzondere en mooie middag aan, hè? Is dat besef al doorgedrongen? Ja, ik denk wel na de wedstrijd natuurlijk. Dan weet je dat je op matchpoint staat. En we hebben er 3. En hopelijk kunnen we die volgende week zondag al kunnen we het doen. Hoe heb jij deze dag beleefd vanaf vanmorgen ook richting dit stadion hier naartoe komen? Ik probeer eigenlijk gewoon zoals altijd. Dus gewoon normale voorbereiding. Ik denk dat heel het team dat eigenlijk gedaan heeft. Ja, de trainer zegt het elke week. Dus we hebben het zo normaal mogelijk gedaan. Maar je weet wel als je wint dat volgende week dat je thuis kampioen kan worden. En dat is natuurlijk mooi. Hielp het mee om het normaal te houden dat jij was 6 jaar geleden, maakte je ook deel uit van de selectie met die gekte ook rondom dit stadion. Dat je stapsvoets die laatste meters moest maken. Dat vandaag allemaal ook relatief normaal was? Volgens mij hadden we 6 jaar geleden niet eens een normale voorbereiding. Ik moest gelijk omkleden, gelijk naar buiten. Dus ja, het was niet ideaal natuurlijk. Maar vandaag ging het gewoon zoals altijd. We werden goed begeleid door de politie. En we konden gewoon gelukkig doorrijden, zodat we gewoon normale voorbereiding konden doen. Wat vond je van de wedstrijd? Het was in ieder geval niet onze beste wedstrijd. Maar ik denk dat je in deze fase, ondanks dat je dan niet goed speelt, dan draait het maar om 1 ding en dat is winnen. En dat hebben we gelukkig gedaan. Waar komt het door dat het tempo ook bij Vlagen, wat we gewend zijn van jullie, echt wel een stuk lager was? Heeft dat met het veld te maken of hoe de tegenstanders dat opgesteld? Het heeft allemaal met bepaalde oorzaken te maken. Het veld was ook stroef natuurlijk, maar ik denk ook dat de intensiteit en dan vaak nog slordigheden hadden, waardoor we niet echt lekker in onze ritme kwamen. maar wat ik net zeg, als je niet je beste wedstrijd speelt, dan moet je het op een andere manier doen en dat hebben we gelukkig gedaan. Ja, Quinten Timber steekt een duim op naar jou, mag andersom ook wel. Want er was een goede assist van hem. Het was, En je kan eerlijk zijn, want hij is nu buiten gehoord. Ja, is hij weg? Oké. Okay. Het was natuurlijk een hele goede assist. Maar ik denk ook dat Lucharel zeker daar een aandeel heeft. Hoe die indrippelt bij de bal vanuit achteruit. En dat hij die bal op Quinten meegaf. En dat het spelveld helemaal open ligt. En daardoor de ruimte was voor Santi. Was je er al helemaal zeker van? Want daarvoor kreeg ik zelfs ook nog een paar kansen. Het is maar een marge van 1 doelpunt. Ergens nog in de rats gezeten van, komt het goed vandaag? Nee, dat niet. Ik heb altijd vertrouwen erin dat het gewoon een goede afloop is. Maar het was niet onze beste wedstrijd. En dan zie je dat Excelsior ook gewoon een aantal kansen kan krijgen. Maar gelukkig hebben ze niet gescoord. Wat denk je ervan volgende week als kind van de club? Hoe gaat het zijn in die Kuipstad? Ja, het gaat natuurlijk een andere wedstrijd zijn dan anders. Maar we proberen ons gewoon normaal voor te bereiden. En dat ga ik ook nu doen, want we moeten wel eerst winnen. Tuurlijk, in de voorbereiding wel. Maar die dag zelf in het stadion, je gaat toch wel even om je heen kijken, neem ik aan. Ja, maar we moeten eerst winnen en dan wordt het nog een hele mooie avond.